Lions Club Paramaribo South heeft vanmorgen een mini-gezondheids- en milieubeurs georganiseerd. De serviceclub heeft deze dag georganiseerd voor de Haitiaanse gemeenschap en andere bewoners van de Veerderijweg en omgeving en Saramaca. Volgens Lions Club Paramaribo South is de Haitiaanse gemeenschap in Suriname op gezondheidsniveau een van de meest kwetsbare groepen. Zij hadden daarom de mogelijkheid om medisch onderzoek te verrichten en algemeen bewustzijn en gezondheidsinformatie zoveel mogelijk op te doen, zegt Steven Pinas, persdirecteur van Lions Club Paramaribo South. En in het bijzonder de jeugd, om ze wakker te schudden, bewust van te zijn van hey, check je bloedsuiker. Er zijn heel veel mensen die diabetes hebben. Het diabetescijfer is heel hoog in Suriname, maar mensen weten het soms helemaal niet. Mensen weten soms helemaal niet dat ze een hoge bloeddruk hebben. Mensen houden van lekker eten en zijn dan heel erg dik, een hele grote buikomvang en daar kunnen er problemen van komen. De Haitiaanse gemeenschap in Suriname die is in feite achtergesteld omdat ze vanwege de taalbarrière niet overal terecht kunnen. Wij hebben gedragen als Lions Club Paramaribo South samen met Lions Club Maturu Fort Trio van Cayenne om dit probleem in Suriname aan te pakken door het houden van deze mini-environmental health en environmental fair. Pinas gaf verder aan dat de Haitianen ook voorlichting hebben gekregen op het gebied van landbouw omdat zij veel in deze sector werken. Volgens Alex Jos Petri, hoofd van de Haitiaans consulaat in Suriname, is het beste wat je de mens kan toewensen, hun gezondheid. We hebben daarvoor het ministerie van LVV bereid gehad om dan hier een presentatie te houden, om hier de mensen in te lichten. En de folder van het ministerie van LVV hebben we dan ook vertaald naar het Creool, zodat de Haitianen na deze mini health and environmental fair ook daarop terug kunnen vallen, de informatie hebben van het ministerie van LVV en dan kunnen bellen als ze informatie hebben. And today we're doing more than a wish. We're giving actually the opportunity to check the health and to make sure that you can preserve that health that God gave you. So it's a tremendous thing. And as you could see, we just met with some people who had to go straight to the hospital. And so it's definitely a great movement. And I commend Lions Club for it. I commend also the Embassy of France and also the Consulate General of Haiti. I think that something should be done, like, you know, over and over and maybe in other, you know, districts. Alex Jospieter, hoofd van het Haitiaans consulaat in Suriname. En daarvoor Steven Pinas, paasdirecteur van de Lions Club Paramaribo South. Zij spraken vanmorgen tijdens de mini-gezondheids- en milieubeurs die door de serviceclub is georganiseerd. De beurs is speciaal voor de Haitiaanse gemeenschap van de Veerderijweg en omgeving in Saramaca georganiseerd en wordt gehouden bij winkel Suku aan de Chandisouweg aan de Veerderijweg.